Nog een sprankje hoop vooraf bij SV Urk. Hopen op een wondertje. En dus was het zaak om in ieder geval snel een doelpunt te gaan maken. De eerste mogelijkheid is ook voor Urk, maar de schotpoging van Jan van Sloten gaat ruim over. Dan de thuisploeg die eerder won van Oeverzwaluwe en dus aan een gelijkspel genoeg had vanmiddag om te promoveren. De vrije kopkans voor Richard van Schoten. Wat een vrijheid, maar niet op waarde geschat. Dan halverwege de eerste helft weer die Richard van Schoten. Wordt geen strobreed in de weg gelegd door Klaas Pasterkamp. Er wordt niet ingegrepen en dan natuurlijk de 1-0 van die van Schoten. En dan lijkt het laatste sprankje hoop vervlogen voor SV Urk. Helemaal als dit gebeurt vlak voor rust. De diepe bal. Weer ziet Klaas Pasterkamp er niet goed uit. De overtreding. En natuurlijk de penalty. En volgens de letter der wet ook nog eens de rode kaart. En dan kan Urk wel helemaal inpakken. Achter de bal Mo Ikaride. En de 2-0. En dan weet SV Urk natuurlijk hoe laat het is vlak voor rust. Bij rust dus 2-0 en dan is natuurlijk het pleit beslecht. Urk moet de gehele tweede helft verder met 10 man. En dan moet de ploeg ook nog eens 6 keer tot scoren komen. En dat is natuurlijk een mission impossible. De tweede helft had beter schriftelijk afgedaan kunnen worden. Er gebeurde niet veel meer. Het bleef gelukkig voor Urk 2-0. En dus is het voor Urk uithuilen en opnieuw beginnen. De ploeg degradeert uit de hoofdklasse en speelt volgend seizoen weer in de eerste klasse. Na een jaar hoofdklasse gevoetbald hebben en je moet weer een stap terug doen, dat doet pijn. Maar neem van mij aan, volgend jaar dan staat er weer een fris jong team en dan gaan wij er weer voor. Dit doet verschrikkelijk veel pijn. Kijk, dit is in principe mijn laatste seizoen bij de eerste. Dat wil je toch op een andere manier wil je dat graag afsluiten als met een degradatie. De laatste 5-6 maanden is gebeurd, dat gebeurde vandaag ook weer. Je 2 fouten in de eerste helft en een rode kaart. Nou ja, kans hebben we een paar gecreëerd, maar geen doelpunt gemaakt. De tweede helft van het seizoen is gewoon heel lastig geweest. En ik denk dat het een mentale kwestie geweest is. Het zit tussen de hoofdjes bij die jongens. Maar we komen terug. Misschien te makkelijk over de tweede seizoen zelf gedacht. De eerste helft had je 13 punten. Of 19 punten, 13 wedstrijden. En op een gegeven moment gedacht, we zijn er al. Nou, dat is dus absoluut niet het geval geweest. We zijn kwalitatief is gebleken niet goed genoeg. We hebben zoveel individuele fouten gemaakt. En heel veel moeite met het maken van doelpunten. Ja, dan is het gewoon één conclusie. Dan kom je iets te kort voor de hoofdklasse op dit moment. Ik denk na de winterstop pak je geen punten meer. Dus ergens in de winterstop is het fout gegaan. Nee, en dan komt er een trainerswissel en die heeft ook niet echt goed uitgepakt. Nou ja, goed, dat is ook weer achteraf. Je stelt iemand aan als trainer en dan ga je ervoor. En je weet nooit hoe dat uitpakt. En ja, in dit geval is het gewoon niet gelukt. We hebben 4 jaar moeten ploeteren om terug te keren vanuit de eerste klasse in de hoofdklasse. En ik heb niet het idee dat iedereen beseft hoe moeilijk het weer wordt om terug te komen. Wie wordt er nou eigenlijk trainer volgend jaar? Dat wordt afwachten. Ja. Dus dat blijft een verrassing. Ja, hoe lang moeten we daar nog mee wachten? Dat hangt ook van een aantal factoren af. Ik weet het niet. Misschien volgende week, misschien over 2 weken. Ja, jullie zijn nadrukkelijk in gesprek met 1 iemand? We zijn in gesprek met 1 iemand, ja. Is dat Gert-Jan Karsten? Nee, dat zal ik niet zeggen dat dat Gert-Jan is. Nee, maar u ontkent het ook niet? We zijn met 1 iemand in gesprek. Ja. Ik noem geen namen. Nee, maar u kunt wel zeggen Gert-Jan Karsten is het niet. Nou, ik noem gewoon geen namen. Okay, bedankt. Graag gedaan.